In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader in de hemel en zijt gerecht, zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Heer God, zegen ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos van het kwade. Wees gegroet, Maria, al van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder God, bid voor ons aan de zondaars, nu het uur van ons dood. Amen. Heilige Hart van Jezus, ontferm u voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Onbewaardes, bescherm ons. Onze heilige patronen, bid voor ons. Alle engels, lieve heiligen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, goedenavond. We gaan verder met een les die ontbrak in de ganse serie die nu volledig is. Er zijn nog twee lessen die ontbreken. Een les die we vandaag gaan doen, dat is die over de gaaf van de Heilige Geest. En dan een tweede les. Dat is les 215, die ontbreekt. Dat gaat over de zonde. Dan zullen we zien hoe ver we geraken. Dus eerst de gaaf van de Heilige Geest. De rest staat allemaal online op mijn YouTube-kanaal. De Catechismus van Mechelen. Dus alle lessen zijn er daar, behalve deze is er tussenuit gevallen om een of andere reden. Slechte opname, verkeerde micro, vergeten de knop aan te zetten van de opname enzovoort. Missen is menselijk. Wel, de gaaf van de Heilige Geest, dat is nummer 5 van de 12e les van de goddelijke deugden, staat hier. Goddelijke deugden. De goddelijke deugden en zouden moeten zeggen de goddelijke deugden en gaven. Want we hebben de deugden in het algemeen gezien. Dan het geloof, dat is nummer 2. De hoop, nummer 3. De liefde, nummer 4. En dan hebben we nu nummer 5, de gaven van de Heilige Geest. Maar de gaven van de Heilige Geest zijn geen deugden, maar die helpen de deugden. Dat zijn, laten we zeggen, starters, boosters, om een moderne woord te gebruiken. Van de deugden. Als wij in een schip zitten, een scheepje, de kerk, dit leven is een schip, is een reis. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dan zijn de golven, de gevaren, de zee is het, de wereld. En de boot, dat is de kerk. Wel, dan moeten wij de deugdenbeoefening, dat is dan het roeien met de riemen. En de gaven van de Heilige Geest zijn dan de zeilen, ziet je? De zeilen die worden ingezet. Dus je kunt op twee manieren, het beste is allebei natuurlijk gebruiken. Dus roeien. Dus we doen die inspanning om het goede te doen en het kwaad te laten. Maar God natuurlijk ondersteunt dat roeien. Want die spaan die komt van ons lieve Heer en de kracht die we hebben komt ook van ons lieve Heer enzovoort. Dus het is wel ook een genade. Om de vergelijking door te trekken. Maar als we de zeilen optrekken, we moeten wel een zeil optrekken, dat wel. Dus we moeten wel een zeil trekken. En de wind wil blazen uit de juiste richting, ja, dan gaan we veel vlugger en gemakkelijker vooruit. Die wind, dat is aan de Heilige Geest. En die zeilen, dat zijn dan die, ja, dat is dan die ingestorte gaven die we krijgen bij het doopsel. En die ontwikkeld worden door iedere goede daad. En die vooral de sacramentele genade krijgen om zich volledig te ontplooien door het heilig vormsel. Dat is de belangrijkheid van het heilig vormsel. Die de volheid geeft van de ingestorte gaven en de deugden. Ik heb vorige keer een parallel getrokken in verband met die gaven van de Heilige Geest. Ik ga die zelfs terug opnoemen, want dat is een beetje vlug gegaan. De eerste vraag is, hier, omvat het bovennatuurlijke leven nog andere gaven dan de goddelijke genade en de bovennatuurlijke deugden? Ja, buiten de goddelijke genade, dat wil zeggen de staat van genade en de dadelijke genade en de deugden, hebben we in het bovennatuurlijke leven ook nog de gaven van de Heilige Geest, die God ons schenkt, tezamen met de heiligmakende genade en de bovennatuurlijke deugden. Dus ze worden gegeven
vanaf de heiligmakende genade is, zijn die daar ook. Zowel de ingestorte deugden, geloof, hoop en liefde, als die gaven van de Heilige Geest. Dus bij het doopsel, laten we zeggen, kindermaat, hè, we zijn een babytje dan, hè, dus kleine maat, zoals een klein kindje heeft, kleine handjes, kleine voetjes, kleine spiertjes, klein hartje, klein lever, kleine hersentjes. Dus het kind heeft alles, alleen maar niet ontwikkeld. Wel, door het vormsel krijgen we de genade om het ontplooien, helemaal tot volwassenheid te brengen. En door de Heilige Eucharistie worden we gevoed om te groeien, om hetgeen dat we al hebben te ondersteunen. Zoals het eten geeft ons kracht om verder te gaan, dag in dag uit, om te doen wat we moeten doen. De gaven van de Heilige Geest. Wel, er zijn dus zeven gaven van de Heilige Geest. En we hebben al gezien de vorige keer, hebben we de loops over gesproken. Die gaven van de Heilige Geest, dat zijn dus als je ze van, je begint met verstand en je eindigt met de wil. Maar er zijn gaven die het verstand helpen te functioneren. En er zijn de gaven die de wil helpen functioneren. En de vierde gave, die helpt zowel het verstand als de wil. Dus je hebt er drie voor het verstand, drie voor de wil en één voor het verstand en de wil, dat is de middelste. Dus zijn er zeven. Zeven gaven van de Heilige Geest. En die de hoogste zijn de belangrijkste, dat is de wijsheid. Hè? De wijsheid. Dan heb je het verstand. Je hebt dan de wetenschap, de gave van raad, de vroomheid, de vrees des Heren en de sterkte. Voilà. Dat zijn de zeven gaven van de Heilige Geest. Je zou het van buiten moeten kennen. Wel, we gaan eventjes die vragen van de catechismus afwerken. En dan gaan we meer uitleg geven. Waartoe dienen die gaven van de Heilige Geest? Want we hebben al de staat van genade, we hebben al dadelijke genade, we hebben al de deugden, de ingestorte deugden en natuurlijke deugden. Waarom moeten we nog die gaven bovendien nog hebben? Wil die maken ons bekwaam om vlug en gewillig de ingevingen van de Heilige Geest te volgen en zijn al dus een onschatbare middel om de christelijke volmaaktheid te bekomen. Dus de ingevingen van de Heilige Geest. Dus de ingevingen van de Heilige Geest, dat is zoals de wind. En die maken ons bekwaam om vlug en gewillig die te volgen. Dus dat zijn de zeilen die we vlug moeten optrekken, bezit. Hè. Vroeger moest men dat met koor optrekken, nu gaat dat automatisch. Met een machientje die zeilen optrekken, dan hangt er vanaf welke boot dat u hebt. En als die dus zeilen daar zijn, dan vangen die de wind op en dan gaat de boot veel, veel beter vooruit. Dan alleen maar met de roeien van de deugden. Zo, dat is een beetje de uitleg. Nu, hoe gaat dat concreet? Wel, we gaan één voor één die gaven nagaan. De heiligheid, de verdiensten, die gaan dus via de vermogens. Want je moet van alles doen om naar de hemel te gaan. Het zijn, daar wordt niet om gevraagd. God vraagt niet de toestemming op dat je zou te zijn. Maar bij het doen, wel. Het zijn, je wordt geschapen en plots zijt je daar. En God schept het lichaam en de ziel. Het zijn, daar zorgt God helemaal voor. Natuurlijk werken onze ouders mee, maar wij die verwekt worden, wij hebben er niks voor gedaan. Adam en Eva hebben ook niks gedaan om te bestaan. De engelen ook niet. Niemand. Dus het zijn, dat krijg je zo van God. En dan, maar het doen, dat vraagt een samenwerking. En het is door het doen dat we naar de hemel gaan, want het doen heeft een vrije wil nodig om te verdienen, om verdiensten te hebben. En je moet verdiensten hebben om naar de hemel te gaan, want de hemel is een vriendschap, en een vriendschap die moet van twee kanten komen. Het is de eigenschap van de liefde dat ze van twee kanten moet komen. Want de liefde komt van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest. De Heilige Geest komt van twee personen.
En alle liefde is een beeld van de Heilige Geest, want alles is geschapen naar het beeld van God. Dus de Heilige Geest komt van de Vader en de Zoon, van twee personen. Dus elke liefde moet van twee kanten komen. Het initiatief komt van één persoon, zoals een man die een vrouw wil trouwen. Maar het moet beantwoord worden. Als er nooit beantwoord wordt, dan gaat het huwelijk niet door. Dus wel zo is het met alle liefde is het zo. Een liefde moet beantwoord worden, hè? Anders gaat ze kapot. Hè? Uit het oog, uit het hart. Als er geen contacten meer zijn, zijn er ook geen, is er niks meer. Dus dan, dan gaat ook de vriendschap kapot eigenlijk. Hè? Dus de vriendschap wordt onderhouden door contacten, door de acten van vriendschap. Dat is het juist. Dus het doen. En het doen van vriendschap is communicatie van goederen. Goede dingen communiceren. Ik geef u nu informatie, hè, om naar de hemel te gaan. Dus in die zin doe ik een act van barmhartigheid. Als u dat dan ook doorgeeft aan anderen, is dat een act van barmhartigheid. Dus dat is communicatie. Hè. Communicatie. Als u mij de communie krijgt, dan heb ik ook een act van liefde gedaan voor jullie en voor God. Wel, als jullie voor het kinderen zorgen, voor man en vrouw, als jullie een man zijn voor de vrouw en voor de vrouw voor de man, als jullie hun plicht vervullen enzovoort, wel. De vriendschap wordt dus vergroot, onderhouden en vergroot door de acte van vriendschap gemaakt. Eten voor uw familie, daar is een acte van. Ja, dat is een goed dat u communiceert. Hè. Eten is goed, je hebt dat nodig. Dus dat onderhoudt de vriendschap enzovoort. Dus acten van liefde, onderhouden de liefde en vergroten ze. En wel, dat is een algemeen principe. Dat ook voor de bovennatuur geldt. Dus als wij onze liefde willen bewaren en vergroten, die hebben we gekregen bij het doopsel, moeten we dingen doen. En dingen worden gedaan door onze vermogens. En we hebben dus drie vermogens, verstand, geheugen en wil. Het geheugen is één met het verstand eigenlijk. Hè? Want zonder geheugen kan het verstand niet functioneren. Dus eigenlijk wordt genomen, grosso modo, het verstand en de wil. Daarom zijn die deugden en die gaven op het verstand en op de wil gericht. Die laten ons verstand functioneren en onze wil. Ons verstand betekent het kennen en onze wil het doen. Wat we moeten doen en ook het concreet doen. En we moeten doen, want zonder het doen, door het doen brengen we goede vruchten voort. En die moeten we voortbrengen. We moeten ook geloven. Je zegt, als je niet gelooft, zijn we verloren. Dat zegt hij tegen de Joden. Maar als je niet gelooft, zijn je verloren. Gaat je in je zonde sterven. Maar we moeten ook doen, want Jezus zegt, iedere boom die geen goede vruchten draagt, die wordt omgehakt en weggeworpen. Dus we moeten het goede kennen om het te doen, het kwade kennen om het te vermijden, en we moeten dat ook het goede gaan doen, concreet. En we moeten ook concreet het kwade vermijden, om onze bestemming te bereiken. En die bereiken we doordat we God beminnen en blijven binnen. Want onze bestemming is met God in liefde leven. En de plaats in de hemel wordt bepaald door de mate van liefde die we hebben tegenover God. Dus dat geldt voor de deugden en voor de gaven van de Heilige Geest. Hè. Een beetje herhaling van wat ik al gezegd heb. Wel, hier ga ik even dus die gaven apart nemen. Dus je hebt er drie voor het verstand. Wijsheid, de gave van wijsheid, verstand en wetenschap. En ook de raad. De raad is raad weten. Weten wat je moet doen. En dan heb je er vier voor de wil. Dus vroomheid, vrees des Heeren en de sterkte. En ook de raad, want de raad zegt wat je moet weten om hier en nu te doen. Dus dit is een concreet verstand met de wil die er onmiddellijk aan verbonden is. Dus de raad is zowel voor het verstand als voor de wil. Wel, de wijsheid, dat is de gave die ons doet begrijpen dat alles wat er van God komt, dat alles wat bestaat van God komt, rechtstreeks of onrechtstreeks, en dat alles uiteindelijk uit goedheid gebeurd is. Dat alles wat er is, uit goedheid gebeurd is. Zelfs het kwade. Zelfs het, want dat is het moeilijkste. Maar er zijn mensen die zover gaan om te zeggen,
Moest er een God bestaan, zou dat en dat niet gebeurd zijn. Dan zou mijn kind niet gestorven zijn, dan zouden mijn ouders niet gestorven zijn, dan zou die oorlog niet toegestaan zijn enzovoort. Dus de wijsheid die ziet verder. Zoals met een oog van een arend. Die ziet door de dingen door naar de diepste grond van al wat er bestaat. En die begrijpt dat de diepste verklaring van alles, de allerdiepste verklaring, en je kunt geen diepere verklaring vinden, dat de goedheid van God aan de oorzaak ervan staat. Ja, de schepping, dat is duidelijk. God heeft ons geschapen uit goedheid, dus bestaan is iets goeds. Hè? En we, ja, dat we voor de hemel bestemd zijn, dat is ook een goedheid, een oneindige goedheid. Dan de voorzienigheid. Na de schepping worden we onderhouden, worden we door God. Dus iedere dag hebben we lucht om te ademen, eten, drinken. We hebben mogelijkheden om te doen, om te leven, te overleven. Hè. We bidden, geef ons Heer ons dagelijks brood. Dus we hebben wat nodig voor ons is. En ja, de voorzienigheid. En heb je de verlossing, zoals u weet. Dat is een... nog een goedheid van God, dat nadat we uiteindelijk, zoals u weet, de doodstand bedreven hebben, en de hel verdiend hebben, dat God het oneindige goedheid dat wil vergeven en ons terug de hemel ter beschikking stelt, die Adam en Eva verloren hebben en ook wij als we doodstonden gedaan hebben. Dat we die terug ter beschikking krijgen, voor eeuwig. Een oneindig geluk. En daarvoor is hij de tweede persoon mens geworden, God zelf. Mens geworden en als mens heeft hij verschrikkelijk geleden en de straf op zich genomen en onze genade geeft de hulp om naar de hemel te gaan. Dat is weer een goedheid. Goed, dat is allemaal gemakkelijk om te begrijpen. God is oneindig goed, want hij is ons geschapen, hij is voorzienigheid, hij is verlosser en hij is heiligmaker, hij brengt ons naar de hemel. Hij is onze geluk in de hemel. Dat is gemakkelijk om te begrijpen, dat God goed is. Maar het probleem komt met het kwaad. Als God bestaat, als God goed was, zou hij daarin toegelaten hebben. Dat horen we dus veel. Wel, de wijsheid die prikt daar doorheen. Want dat is weer de duivel die dat... Eerst gaat hij de duivel het kwaad veroorzaken. En dan gaat hij in de schoenen van God schuiven. Dat is typisch duivels. Dat doen ook duivelse mensen. Ze gaan eerst kwaad doen, dan gaan ze onschuldigen ervan beschuldigen dat zij het gedaan hebben. Zoals bijvoorbeeld de COVID en zo, de vaccinatie... enzovoort, komt er nu aan en degenen die niet gevaccineerd zijn, die krijgen nu de schuld dat het verkeerd loopt. Dus dat is typisch duivels. Dus eerst het kwaad veroorzaken, de duivel, en dan het in de voeten schuiven van iemand anders die onschuldig eigenlijk is. Wel, God kan het kwaad niet beminnen, dat kun je bewijzen. Dus filosofisch is dat onmogelijk? Kun je al bewijzen? Aristoteles kon dat bewijzen, dat God het kwade niet wilt. Dus het hoogste wat hij kan doen, is het laten begaan, niet tussen beide komen. En waarom zou hij niet tussen beide komen? Wel, omdat hij een vrij wil geschapen heeft. Dus je kent al de uitleg waarschijnlijk van andere lessen die je gehoord hebt. Wat de uitleg is van het kwaad. En wel, wij moeten door in het kwaad heen om tot de wijsheid te komen. Maar als wij de wijsheid begrijpen, de wijsheid hebben, dan begrijpen we met Thérèse van Lisieux dat God oneindig goed is. En dat en met de kerkvaders, dat zelfs de hel bestaat uit goedheid van God. Zelfs de hel bestaat uit goedheid van God. Want ergens wat is de hel. Wel, als we dat kunnen begrijpen, dat de hel bestaat uit goedheid van God, dan zijn we erdoor. Wel, waarom? Wel, omdat uit goedheid, we hebben het juist gezien, God de mens geschapen heeft. En waarom heeft hij mensen en engelen geschapen? Wel, omdat hij in zijn goedheid oneindig ver wou gaan, zover dat ze zelfs konden deel hebben aan zijn eigen natuur en zijn eigen geluk. En dan pas zal zijn liefde volledig eigenlijk voldaan zijn goedheid. Want zijn liefde is oneindig en hij wou een oneindig geschenk geven.
Dus een oneindig geluk, een oneindige goedheid. En het is alleen zichzelf. Dus hij wou zichzelf schenken, zoveel dat dat mogelijk is. En het bovennatuurlijk leven is een deelname aan Gods natuur. Dus zover is Gods willen gaan. Maar om zover te kunnen gaan, moet er een overeenkomst zijn. Een compatibiliteit, een overeenkomst. Om twee dingen te verenigen, zegt Aristoteles, moet er een overeenkomst zijn. Als er geen overeenkomst is, kan je ze niet verenigen. Bijvoorbeeld, er is geen overeenkomst tussen water en vuur. Als je water en vuur te samen zet, jawel, dan is er een van de twee sterkste. Als je ze echt vermengt. Als het vuur de sterkste is, gaat het water verdampen. Dan is water weg, kapot. Dan is het damp geworden. En als het water de sterkste is, dan wordt het vuur geblust. Maar ze kunnen niet allebei tegelijk blijven bestaan op dezelfde plaats. Natuurlijk een beetje verwijderd van elkaar wel, maar niet bij elkaar. Onmogelijk. Dus de eenheid kan niet gedaan worden tussen twee dingen waar geen compatibiliteit tussen is. Er moet een compatibiliteit zijn. Vuur kan alleen maar bestaan als er droogte is. Iets moet droog zijn om te kunnen branden. En water gaat kapot door droogte, hè? De droogte is juist een gebrek aan water. Dus dat is. Dus ze kunnen niet samen zijn. Wel, zo kan materie en geest niet samen zijn. Intiem. Niet samen zijn, want het zijn twee tegenstellingen. Wat de definitie van de geest is van die materie te zijn. Niet sensibel, niet zintuigelijk te zijn, waarneembaar. En wat materie is, is niet geestelijk. Dus God is pure geest, dus hij is geen materie. U kunt dan zeggen, ja, maar hoe komt dat dat de mens bestaat? Want die is geest en materie, in zijn eenheid. Ja, maar die eenheid is niet door een totale intieme eenheid. Die eenheid in de mens is door hiërarchie. De ziel zit in het lichaam zoals een bestuurder in de auto. En het is de bestuurder die de auto regelt, dus hiërarchie. Dus de ziel regelt het verstand en de wil. En de verstand en de wil regelt de hersenen en het hart en de organen. En de hersenen en het ruggenmerk regelt de bewegingen. Enzovoort, is een hiërarchie. Dus door ondergeschiktheid kan er wel een vereniging zijn, zoals de ziel en het lichaam. Door ondergeschiktheid. Maar niet door volledige vereniging. Intieme vereniging. En God wil tot de diepst mogelijke vereniging gaan. Want er is nog een andere eigenschap van de liefde, buiten dat ze van twee personen moet komen, is dat ze zoveel mogelijk eenheid zoekt. Dat is een eigenschap. God is één. God is één. De liefde zoekt eenheid. De liefde zoekt bij elkaar te zijn. Vrienden willen bij elkaar zijn. Als je zegt uit het oog, uit het hart. Als er nooit bij elkaar geen contact is, dan kan de liefde niet onderhouden worden. Dan treurt de liefde tot ze kapot gaat. De liefde treurt als er geen contact is. Zoals een soldaat die zijn vrouw en zijn kinderen moet verlaten. En die vrouw treurt en die man treurt omdat hij niet bij zijn vrouw is. Dus dat is de liefde zoekt contact en eenheid. En die eenheid moet zo intiem en zo. Hoe groter de eenheid, hoe groter de liefde. Is de liefde is de uitdrukking, de eenheid is de uitdrukking van de liefde en de liefde zoekt eenheid. En dat is niet alleen lichamelijk, maar geestelijk. Hè? Dus de eenheid van de hart en van de ziel, hetzelfde denken, hetzelfde. Want dat is de eenheid van de liefde tussen de geesten, dat is hetzelfde denken en hetzelfde doen. Dat is die eenheid. Het is erom dat Jezus vraagt, geloof en onthoud mijn geboden. Want dan denken we zoals hij en doen we zoals hij. En dan hebben we onze liefde bewezen. Dan zijn we één met zijn verstand en met zijn wil. En dan komen we in de heilige drievuldigheid terecht. Want hij is de tweede persoon. Die één is met de Vader en de Heilige Geest. Zo komen we in God terecht. Via Jezus die de weg is. Maar we moeten wel door geloof gaan en de geboden onderhouden. Dus door de eenheid. Eenheid in denken en doen. Dus dat is de eenheid van de geest. Lichaam is minder belangrijk. Lichaam volgt wel. Het lichaam, dat verliezen we trouwens bij de dood. En dat zal bij de vereisten de ziel volgen. Dus de ziel is het belangrijkste. Daarom is geloof zo belangrijk in het onderhouden van de geboden. En het bidden voor de genade om het te kunnen onderhouden. Zo belangrijk. Daarom is dat zo belangrijk. Wel, de wijsheid dus die ziet dat alles bestaat. Vooral dus die vrije wil die God gegeven heeft. God wil dus het grootste geven, de grootste vriendschap, de grootste liefde geven die bestaat, dat is zichzelf.
En is eenheid voor nodig, dus compatibiliteit. Dus het moet een geest zijn. En zo kunnen alleen maar geesten naar de hemel gaan. En die geesten gaan naar de hemel door hun faculteit, de verstand, geheugen en wil. En zoals ik juist uitgelegd heb, door hetzelfde te geloven, hetzelfde te doen. Dus, maar dat veronderstelt ook dat je wil vrij is. Anders zijn er geen verdiensten, anders is er geen liefde. Als er liefde verplicht is, is er geen echte liefde. Dus de liefde moet vrij zijn. En liefde is ook vrij. En dan is het pas echte liefde, dat uit vrije wil goed gedaan wordt. En daarom moest de mens een vrije wil hebben en de engelen ook. Tot zover gaat alles goed. God heeft de mensen geschapen en de engelen, dus buiten al de rest. Maar vooral de engelen en de mensen heeft hij geschapen om het voorwerp te zijn van een oneindige liefde. Dat is zichzelf. En omdat hij zelf geest is, moeten ze geest zijn, dus verstand, geheugen en wil. En omdat hij vriendschap is en het een liefdesituatie is, een vriendschapssituatie, moet er dus een respons zijn, een vrije respons. En daarom moet er een vrije wil zijn. Daarom heeft God de vrije wil geschapen bij mensen en engelen. Dus hij heeft de vrije wil geschapen om oneindig goed te kunnen zijn, om de hemel te kunnen geven. En nu zijn we er. Als je dat goed begrepen hebt, dan zijn we er. God heeft de vrije wil geschapen omdat hij oneindig goed is. Want als hij had kunnen stoppen, als hij de zonde en het kwaad had willen vermijden, had hij gewoon moeten stoppen bij de dieren. Die kunnen niet zondigen, want die hebben geen vrije wil. Die volgen de natuurwetten. Dus de dieren doen goed. En als ze nu kwaad doen, dan is omdat ze door de mens slecht zijn behandeld, dan zijn ze vals terug, maar dat is gewoon rechtvaardigheid. Dat is gewoon... dieren en planten en bomen en mineraal, die doen de wil van God. Altijd. In de zin zijn ze heilig. Heiliger dan wij, bij wijze van spreken. Maar ze hebben geen verdienste, want ze hebben geen vrije wil. Wel, dus dat is het juist. Die vrije wil is geschapen om ons hemel te geven, maar omdat die vrij is, en daar komt het dan, kan die misbruikt worden. Wij moeten ja zeggen, en dat is ons geluk, en dat is de bedoeling van God, maar we kunnen nee zeggen. En als we dan nee zeggen, dus het nee kunnen zeggen, is het gevolg van de schepping van de vrije wil die bedoeld is voor de hemel. Dus voor het oneindig goede. En dan het nee zeggen tegen God, dat is dus de zonde. Dat is dus een misbruik van een buitengewone gave, van een buitengewone liefde. Een misbruik. En God moet dat toelaten, want als hij telkens ingrijpt, dan zijn we niet meer vrij. Daarom laat God alles toe. Want als hij voortdurend moet ingrijpen, als er dus gezondigd wordt, ja, dan is er geen vrijheid meer. Er is ook geen verdiensten meer. Dus daarom wordt er gezondigd. En al het kwaad dat er bestaat, al het kwaad van het begin van de wereld tot het einde, dat komt van een uitsluitend van een misbruik van de vrije wil. Door engelen of mensen. Dat zijn dan de duivels. En mensen, dat zijn dan de zondaars. En als ze volharden, dan worden dat verdoemden dus. Wel, en dan is er nog iets dat je moet in oogschouw nemen. De rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid is toch een volmaaktheid. Want anders zou onrechtvaardigheid goed zijn. En niemand verdraagt onrechtvaardigheid. Onrechtvaardigheid is onverdraaglijk. Er zijn mensen die gans hun leven vechten voor rechtvaardigheid. Om een onrechtvaardigheid terecht te zetten. Dus rechtvaardigheid is een goed. En wel, de rechtvaardigheid eist dat het goede beloond wordt, maar ook het kwade gestraft. Dus dat is ook weer een goedheid van God. Dus rechtvaardigheid is een volmaaktheid. En dan zijn we bij de hel beland. Je belandt bij de hel als je te maken hebt met een vrije wil die slecht gebruikt is geweest en die dan het voorwerp is van de rechtvaardigheid bij het laatste oordeel. Als die mensen of die engelen geobstineerd zijn, die willen zich niet bekeren, die hebben nooit spijt gehad, die willen geen spijt hebben. Ik zeg het nogmaals, ik heb het onlangs nog gezegd in een preek, in de hel is er spijt. Maar alleen maar spijt omdat ze lijden, niet omdat ze gezondigd hebben. In het vage vuur is er spijt omdat ze gezondigd hebben en niet omdat ze lijden, want ze weten dat lijden brengt mij de hemel straks. Hè? Dus, en dan zijn we. En de wijsheid ziet dat in. Dus ik heb het nu heel lang moeten uitleggen. Ik ben toch al bijna een half uur bezig. Ik heb nu een inleiding gehad, maar bijvoorbeeld, ik ben nu toch minstens al 20 minuten die wijsheid aan het uitleggen. Omdat dat zo moeilijk is. Dat is zo hoog. Maar het is waar. Dat is de waarheid.
De waarheid is dat al wat bestaat, ook al zit je in een gulag, zit je in een concentratiekamp, wordt je doodgematteld, wordt je vel afgestoopt zoals de heilige Bartholomeus, wordt je heet gebakken door de heilige Laurentius, wel, die prijzen God. Want dan komt er nog iets bij. Hè. Dus het kwaad komt dus van de misbruik van het schepsel van een buitengewone gave van God. Namelijk het middel om naar de hemel te gaan. Maar er komt nog iets bij. God kan inderdaad, God laat soms het kwaad niet toe, inderdaad. Dan komt hij tussen. Waarom? Als hij ziet dat er geen groter goed kan georganiseerd worden naar aanleiding van het kwaad. En daarom heeft hij de zonvloed op aarde gebracht, was gedaan. Het was niet meer goed te brengen, het was niet meer goed te krijgen. Ieder kind dat nog geboren werd in zo'n maatschappij, die kan bijna niet meer dan doodzonde doen, die gaat naar de hel, dus dan houdt het voor God op. Als hij niemand niet meer naar de hemel kan brengen, dan houdt het op. En daarom is er de zonvloed gekomen. Daarom ook Sodoma en Gomorra, er was niks goed meer aan te krijgen. Het kwam niet meer goed. Er is geen groter goed meer dat God kan organiseren. En dan grijpt hij in. Dus je ziet het, er is nog een volgende punt dat je moet in ogenschouw nemen. Zelfs als dat kwaad gebeurt, en dat kwaad is een gevolg van Gods oneindige goedheid, maar een misbruik ervan door de schepselen, dan nog organiseert God een groter goed. Wauw. Dus het kwaad laat hij niet alleen gebeuren, maar hij laat het alleen maar gebeuren als hij een groter goed kan organiseren naar aanleiding van het kwaad. Bijvoorbeeld de martelaar, die zijn doodgemeld geweest, waar ik over gesproken heb. Wel, ze hebben nu een grote glorie in de hemel. Ze hebben een voorbeeld gegeven voor alle christenen. Van die martelaren van de drie eeuwen en eerste eeuwen, die genade die heeft de christenheid veroorzaakt. Want het bloed van de martelaar is het zaad voor de christenheid. Voor de christenheid, zegt Tertullianus en de kerkvaders. Die christenheid, waar wij nu nog altijd een beschaving van hebben. De westerse beschaving is het gevolg van die christenheid. Dus dat deint nog na, want we zijn nu in tijden van geloofafval. Maar wij profiteren nog van die geweldige inspanningen, die geweldige licht in de middeleeuwen. Hè. Het zijn geen duister in de middeleeuwen, dat zeggen de vrijmetselaars. Het waren lichtende middeleeuwen. Sint Thomas was een licht dat nooit overtroffen is geweest. Al die kloosterorden, dat waren heiligen die nooit overtroffen zijn geweest. Sint Franciscus Dominicus probeerde maar eens heiliger te zijn dan Franciscus. Dat zijn de lichtende middeleeuwen. Lichtende middeleeuwen op alle mogelijke gebieden. Dus dat is een geweldige beschaving, een christelijke beschaving. Dat is de hoogste beschaving die er bestaat en bestaan heeft, op het ogenblik. En die gaat terugkomen. Want dat is juist de grote hoop die we nu hebben. En de wijsheid vertelt ons dat, die gave van wijsheid. Er is nu een groot kwaad dat we rondom ons zien, die crisis, de crisis van de kerk, de crisis in de wereld. Er is veel kwaad dat we rondom ons zien, die van de overheid komt zelfs. Hè. Wel, dat is met het oog op een groter goed. Een groter goed gaat daaruit voorkomen. Dus alle profetieën zeggen, ook theologisch staat het vast, er komt een christen uit voort die hoger en heiliger en beter en schoner zal zijn dan de middeleeuwen. Dat is zeker en vast. Ofwel is het einde van de wereld. En dat kan niet het einde van de wereld zijn, want er moeten nog profetieën gerealiseerd worden die niet gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld in de Romeinenbrief staat dat het merendeel van de Joden zich eerst zou bekeren. En dat is nog niet gebeurd. En dat kan alleen maar gebeuren als er een paus is en een kerk die goed functioneert. Dat kan niet door een paar Jacquemin gebeuren of door een priester links en rechts of een bisschop die op zijn eentje nog iets doet. Dat gaat niet. Daar heb je een goed functionerende kerk voor nodig om een volk te bekeren. Een gans volk. En dus gaat die paus komen, die kerk gaat gerestaureerd worden. Dat staat gewoon vast. Want het kan gewoon, en dat is filosofisch bewezen. God kan het kwade niet willen in zich. En als God het kwade tolereert, omwille van een groter goed, dat wil zeggen om de vrije wil toe te staan, omwille van de uitverkorenen, zegt Jezus. Dus Jezus gaat het zelf zeggen. He, dus hij gaat water en bloed zweten op de van olijven voor het kwaad dat hij ziet voor zich. Dat is het kwaad van die godsmoord die er gaat gebeuren. Maar hij gaat het toch doen omwille van de uitverkorenen. Ziet u, omwille van dat grotere goed. Van degenen die toch ja zullen zeggen. Daarvoor gaat hij het doen. God doet het altijd daarvoor. En dat is een grote goed. Vraag aan de heilige Laurentius of dat hij martelaarschap erg was. Hij zal zeggen, het is erg, maar het was een moeite waard. Want nu heb ik daarvoor eeuwig een buitengewoon geluk over. Van gekregen van God. Dus een bedienste. Ziet je? Wel, de wijsheid ziet dat in alles wat er gebeurt.
alles wat er gebeurt. Het goede, dank u God voor het goede wat we hebben. Het kwade, dank u God voor het grotere goed dat we zullen hebben. Ondertussen, als we het gunstig, als we het geduldig verdragen, samen met uw genade, verdienen we de hemel. En de hemel is een onvoorstelbaar goed. Dus alles gaat altijd goed. Overal zien we Gods goedheid in. Altijd. Dat is de wijsheid. De gave van de Heilige Geest, de wijsheid, ziet dat altijd en overal in alles wat er gebeurt, zelfs de dood, alles ziet de wijsheid uiteindelijk de diepste grond ervan, en dat is de goedheid van God. En alles heeft als diepste grond de goedheid van God. En als we dat inzien, dan zitten we in de wijsheid. En wel, en daarom is de gave van de Heilige Geest wijsheid, die gave die ons het gemakkelijkste doet beminnen, die de bovennatuurlijke deugd van liefde tot God ondersteunt. Want als God wordt gekend als oneindig goed in al wat er is, dan gaan we hem ook automatisch beminnen en gemakkelijker beminnen. Want iemand die beminnelijk is, het goede, dat wordt bemind, want de wil, het voorwerp van de wil is het goede. Als het verstand aan de wil iets goeds voorstelt, dan wil de wil dat. Dat is de natuur die zo functioneert. De wil is geschapen voor het goede, het verstand voor het ware, voor de werkelijkheid te kennen. Wel, de wil voor het goede. Als het verstand iets goeds vindt, dan gaat de wil dat willen. En wel, het verstand, de wijsheid, gaat dus voorstellen de werkelijkheid, de diepste werkelijkheid. En wij zijn een beetje bijziend, we moeten daar met de Heilige Geest voor nodig om door te dringen tot de diepste werkelijkheid van alles, de diepste reden van alles. We blijven staan aan de uitwendigheid en zeggen, ja, moest er een God bestaan, hij zou niet toestemmen dat mijn kind enzovoort gestorven zou zijn enzovoort. Dat is natuurlijk heel erg. Maar misschien heeft God voorzien dat het kind had blijven leven en dat het later in doodzonde zou gestorven zijn. En je zult laten weten waarom God dat kind zo vroeg heeft laten sterven enzovoort. Dus altijd is Gods goedheid daarachter. Altijd, altijd. Want God kan het kwaad in zich niet willen. Het kwaad is toch iets dat tegen hem is. Dat is tegen hem. Dat is zijn tegenovergestelde. Het kwaad is een gebrek aan iets volmaakt en hij is alle volmaaktheden. Het kwaad is altijd een gebrek, zoals het fysische kwaad. Fysisch kwaad wil zeggen rampen, natuurrampen, ziektes. Het morele kwaad, dat zijn zonden. Zonden is tegen Gods wil ingaan, dat is nog duidelijker. Het morele kwaad, dat eigenlijk de oorzaak is van alle kwaad, want alle kwaad, ook het fysisch kwaad, is gekomen door een morele kwaad, namelijk door de zonde van Adam en Eva. Het morele kwaad is altijd de zonde, dat wil zeggen, per definitie is dat tegen de wil van God ingaan. De wijsheid begrijpt dat. Heel belangrijk om God te beminnen boven alles, met gans uw hart volledig, zonder bijgedachten, zonder zeggen, ja, maar hij is toch streng, hij is toch niet gemakkelijk en hij doet me toch lijden. Nee, de wijsheid die ziet verder, dat is omdat we bijziend zijn. De duivel die probeert ons altijd te verminderen, die probeert altijd God kwaad voor te stellen, kwaad dat hij zelf veroorzaakt heeft. Dus dat is het duivelse en het werkelijk demonische van de zaak. Dus de wijsheid is de belangrijkste gave van de Heilige Geest. En die hebben we nodig om God te beminnen. En die doet ons ook gemakkelijk mediteren. Want als je God bemint, dan is je hart en je gedachten altijd bij hem. Dus als je van iemand houdt, dan denk je voortdurend aan hem. Dus geeft ons gemakkelijkheid om te binnen te mediteren. De volgende gave van de Heilige Geest is het verstand. Dat gaat iets vlugger, die uitleg. Het verstand, dat is wat we nu ook aan het beoefenen zijn. Namelijk de gave van Heilige Geest verstand, dat geeft ons het inzicht in de verschillende verhoudingen, verbindingen, correlaties, verbanden tussen de verschillende geloofswaarheden. Het verband tussen de verschillende geloofswaarheden. Dat toont dat er een buitengewoon verband is, al die geloofswaarheden die houden verband met elkaar. God heeft ons geschapen voor de hemel. God heeft ons verlost voor de hemel. Omdat we een vrij wil. Dus al wat ik juist uitgelegd heb. Hè? Dus alles heeft een uitleg. Dus door de catechismus krijgen we een uitleg over de diepste vragen van het bestaan. En dat maakt het gemakkelijker om te geloven. Want als je ziet, het is allemaal coherent. Het is allemaal samenhangend. Alles klaart op. Ik krijg beter inzichten. Ik heb een beter overzicht over mijn leven. Over wat er wat bestaat. Over verledenheden, zelfs toekomst. Over de eeuwigheid zelfs. Ja, dat maakt het u gemakkelijker om te geloven. Dus het verstand is de gave van de Heilige Geest die de verbanden ziet tussen alle geloofswaarheden,
En die dus het geloof gemakkelijker maakt. Het geloof helpt. Het geloof is niet absurd. Zoals de protestanten zeggen, ik geloof omdat het absurd is. Daarom geloof ik. Wat zeggen, want moest het niet absurd zijn, zou ik het begrijpen. Dan... Nee, het is niet absurd. Maar het is boven het verstand verheven, veel geloofsvaardigheden. En het is niet absurd. Het absurde, God is niet absurd. God. Dus dat is ook weer de dwaling van de protestanten. Die denken dat het verstand voor niks in staat is. Het verstand kan niks kennen. Hè? Luther noemde het de hoer, het verstand. Dus hij had daar een slecht woord voor. Excuseer mijn uitdrukking, maar ik citeer Luther. Het verstand is tot niks in staat, kan niks kennen, je moet alleen maar geloven. Dat is niet waar, het verstand kan heel veel kennen. Kijk maar naar de theologie van Sint Thomas van Aquino. Dus dat is niet waar wat hij zegt, dat is een leugen, dat is verkeerd, dat is een dwaling. Hè? En als hij niks weet, moet hij zwijgen. Dus zoals Anselmus zegt, ik geloof en daarmee begrijp ik alles beter. En ik probeer alles te begrijpen, zoveel als het kan, en daarmee geloof ik ook gemakkelijker. Verstand en geloof, die vullen elkaar aan. Zoals de wetenschap en de godsdienst elkaar ook aanvullen. En normaal, de echte wetenschap kan de echte godsdienst niet tegenspreken, want ze komen allebei van God. De godsdienst rechtstreeks en de wetenschap onrechtstreeks, omdat hij God als verstand geschapen heeft. En de werkelijkheid geschapen heeft. Dat is de tweede gave van de Heilige Geest. De derde gave van de Heilige Geest is de wetenschap. De wetenschap is de gave die de hoop ondersteunt. De wetenschap is die gave die in ons verstand zegt dat al wat zichtbaar is, dat begrijpt dat het zichtbare, wat aan de zintuigen zich voordoet, dat het eigenlijk Gods glorie zingt. Het is de gave van de wetenschap die aan Sint Franciscus deed zeggen, en die een mooie bloem zag, een mooie bloem, prachtige bloem in de lente, die zag en die zei, oh God, wat zijt ge schoon. Dus die zag die bloem, en omdat ze de bloem zag, hij de bloem zag bedoel ik, begreep hij dat God schoonheid is die het geschapen heeft. Dus de wetenschap die laat ons, naar aanleiding van wat we zintuigelijk kunnen waarnemen, doet onze onzichtbare wereld kennen. Daar komen alle godsbewijzen van. Alle godsbewijzen zijn dat uiteindelijk. Zijn de oefeningen van de gaven van de Heilige Geest wetenschap. He, omdat er zoveel bestaat, al wat ik zie en ken bestaat. He, wat we kunnen kennen, dat is veel wat we kunnen kennen. We kunnen al veel observeren, macrocosmos, microcosmos, plantenwereld, dierenwereld, mineralen, mens, menselijk lichaam, menselijke cultuur. Het behoort tot de natuur van de mens om cultuur te ontwikkelen. Dus de cultuur komt niet rechtstreeks van God, maar wel onrechtstreeks van God. Tenminste het goede ervan. Al het kwade komt van de mens, het goede komt van de mens en van God. Wat van de mens komt, komt ook van God, omdat hij de gaven van God goed gebruikt. Wel, de wetenschap die ziet, alles heeft een oorzaak, niets komt van niks, dus er moet wel een God bestaan. En het tweede element is, dus er moet wel een God bestaan, want de oorzaak is proportioneel aan het gevolg. Het gevolg is enorm groot en zeer verfijnd en verstandig in elkaar. Prachtig mechanisme. Dus er moet een groot verstand zijn. Dus de wetenschap zegt, er komt niks van niks. En de oorzaak moet geproportioneerd zijn aan het gevolg. Het gevolg constateren, dus er moet een oorzaak zijn die geproportioneerd is. Dat wil zeggen eindeloos, dus God. Dus dat is een voorbeeld van de oefening van de wetenschap. De wetenschap, die gaat van wetenschap, ziet dus al het zichtbare, het wetenschappelijke, dus constateerbaar door de zintuigen. En concludeert tot een geestelijke wereld die erachter zit. Bijvoorbeeld als een mirakel ziet gebeuren, dan concludeert je God is hier in het werk, want het is geen natuurlijke oorzaak. Het was ook weer de gave van wetenschap die moet concluderen dat God dat mirakel gedaan heeft. Ziet je? En dan hebben we de raad. De raad die gaat dan met de volgende drie. De zedelijke ingestorte deugden, de kardinale deugden, ondersteunen. Dus de raad die ondersteunt de voorzichtigheid. En de voorzichtigheid, zowel als de raad, de voorzichtigheid is een deugd en de raad is een gave, die ons doet
kennen, weten wat we hier en nu moeten doen. Als we geen raad weten, we zeggen, wat moet ik hier nu doen in zo'n situatie? Het is zo gecompliceerd. Er zijn verschillende principes die meespelen, maar welk principe heeft voorrang? Bijvoorbeeld, de vrouw ligt op sterven en ze is zwanger. En dat komt toen als die vrucht die ze heeft, die is levensbedreigend. En om haar leven te redden, moet er geaborteerd worden. Dus we moeten het leven van die vrouw redden. En dan moeten we dat kind aborteren, maar dan moet gedood worden. Ah nee, je zult niet doden. Dus de raad gaat zeggen, ja maar goed, je moet het leven van de vrouw redden, maar dat mag niet ten koste gaan van het leven van een onschuldige. Je mocht niet een goed bewerken door een kwaad te doen. Je mocht hem, die vrouw niet redden door een moord te begaan. Dus als de raad zegt dat, hè. De raad zegt, in dit concreet geval, wat moet er gebeuren? Want het is niet evident, ik moet even over nadenken, er zijn verschillende, ik moet ook zien welke elementen zijn er allemaal aanwezig. Bijvoorbeeld, moet ik de piqûre krijgen van de vaccinatie? Ja, maar het komt van een geaborteerde vrucht. Het is ontwikkeld naar een geaborteerde vrucht, of in de testfase, of zelfs in de ontwikkeling. En dus mRNA, wat is dat voor iets? Dus raad. De raad gaat erover nadenken, want er zijn priesters die dat toestaan, hè, de vaccinatie. Ze zeggen, ja, doe maar. Hè. Ja, mag het of mag het niet? En wel, de raad zegt dat. De Gava Raad, samen met de voorzichtigheid, die gaat dus ons doen weten wat we hier en nu moeten doen. Wat moeten we hier en nu doen? En daarom is er ook onze lieve vrouw van de Goede Raad, hè? Onze lieve vrouw die alle genade uitdeelt, die vragen we soms, geef ons de Goede Raad, wat we moeten hier en nu moeten doen. Dus er is zowel voor het verstand, wat moeten we weten, als voor de wil, om hier en nu te doen. Weet je? De raad staat te paard, zeggen we. Want als je te paard zit, heb je een been langs de ene kant en een been langs de andere kant. Meestal zeg je te paard. Dus de beide kanten. De beide kanten, op zeggen verstand en wil. Dus de raad staat gepaard op te paard, op het verstand en de wil. Dan heb je dat is dus die verstrekte kardinaal deugd voorzichtigheid. En heb je een volgende gaaf van de Heilige Geest, namelijk de vrezen, de vroomheid. De vroomheid versterkt de rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid hebben we gezien, de ingestorte deugd van rechtvaardigheid, die dan weer ingestort is in de natuurlijke rechtvaardigheid, voor zover we die hebben. Die zegt wat aan iedereen toekomt. En dat dan ook te geven aan iedereen wat hem toekomt. Dus een vader moet zorgen dat er eten op tafel komt. De kinderen moeten hun plicht doen. Dus hun plicht doen hoort bij de rechtvaardigheid. Jezus zegt, je moet de belastingen betalen. Die je moet betalen natuurlijk. Je mag belastingontduiking. Ja, wel, dan moeten we nagaan of dat we mogen belastingontduiken. Als de staat u gestolen heeft, ja, dan mag je natuurlijk een deel van de belastingen aangehouden met dat de staat u bestolen heeft. Hè. En ik geef een voorbeeld. De kerk veroordeelt dus de belasting van de erfenissen. De kerk zegt dat de staat daar het recht niet voor heeft. Dat is pure diefstal. Dus belasting op de erfenissen is pure diefstal. Dat behoort aan de families toe. De staat heeft daar niks te zien. Dus de staat mag niet zomaar een belasting hebben door het feit dat iemand overleden is en dat die overgaat naar de rest van de familie. Dat is diefstal. Dus dat mag de staat niet. En daarom, als je dan dus belastingen ontduikt die betrekking hebben op datgene dat de staat u bestolen heeft met de successierechten, dan mag dat, dan is dat geen diefstal. Dat noemen ze occulte recuperatie. Dus geheime occulte recuperatie. Dus als je niet kunt recupereren wat van u gestolen is, op een normale manier, mocht je het op een bijzondere manier doen, want het is gewoon wat van u is, u toewijgen wat van u is. Dus het is een ander die een dief is, dat ga je niet. Dus dat is de rechtvaardigheid die regelt dat aan iedereen toekomt wat in toekomst, dat je aan de staat de belastingen betaalt, maar niet meer dan dat rechtvaardig is. Hè. Bijvoorbeeld als de belastingen misbruikt worden voor abortus, euthanasie, om hier de islam in te voeren en christendom kapot te maken, dan is het ook natuurlijk niet goed. Hè? Dus zulke belastingen zouden we niet moeten betalen. Maar ja,
Als je ze niet betaalt, krijg je problemen. Dus de rechtvaardigheid probeert daaruit te geraken. Geholpen door de voorzichtigheid natuurlijk. De voorzichtigheid zit overal tussen. Sint Thomas zegt, er is geen deugd zonder voorzichtigheid. De voorzichtigheid gaat ook aan de rechtvaardigheid zeggen, in hoeverre iets rechtvaardig is of niet. En de rechtvaardigheid gaat zeggen, als ik dat moet doen, dan doe ik dat. Als ik die mens nog iets verschuldigd ben, ik heb hem iets geleend, wel, als dat een bedrag is meer dan je op één dag kunt verdienen, gaat het over een zware zaak. Als je dat niet teruggeeft, dan doe ik een doodzonde. Dus als ik geld geleend heb, bijvoorbeeld, natuurlijk als je het niet kunt, dan kun je het niet. Maar vanaf als je het kunt, en je moet zien wat de termen zijn van de lening. Wel, als ik ooit iets aan iemand geleend heb en ik heb beloofd dat ik het ging teruggeven, moet ik het teruggeven. Ofwel moet hij het mij kwijtschelden, dat is wat anders. Maar als hij het wilt en ik kan het geven en ik geef het niet, dan doe ik een doodzonde als het over een grote som, een belangrijke som gaat. En de rechtvaardigheid zegt ook, ja, de grens tussen dagelijkse zonde, want 5 euro stelen is geen doodzonde natuurlijk. Maar 5000 euro wel. Dus het verschil is, het wordt doodzonde als het een bedrag is dat iemand gemiddeld in een bepaald land per dag kan verdienen. Dat is de som die dan een doodzonde wordt. Als het daarover is, dan wordt het doodzonde. Dus dat zeggen de moralisten, dus de moraaltheologen. Enzovoort. Dus ook aan God geven wat in toekomst. Aan God geven wat in toekomst. En daarom is de vroomheid die aan God geeft wat in toekomst, namelijk de vroomheid, dat je hem vereert, dat je hem toegewijd bent, dat is een gave die de rechtvaardigheid activeert. Want als je vroom bent, dan gaat je aan God geven wat hem toekomt, en ook de naaste, want God wil dat je naaste bemint als jezelf. Dat is ook aan God geven wat hem toekomt. Namelijk aan zijn werk, aan zijn meesterwerk. Dat is de mens. Dus als je rechtvaardig bent tegenover de mens, dan geeft je ook aan God wat hem toekomt, namelijk hem komt toe dat wij zijn wil doen. Voilà. Daarom is rechtvaardigheid ook eigenlijk het synoniem van heiligheid. Ik heb erover gepreekt onlangs. In de Heilige Schrift wordt Sint Jozef gezegd, vir justus. Het was een rechtvaardige man. En daarmee bedoelt het dus een buitengewone heilige man, eigenlijk. Wel, de vroomheid, die versterkt dus de rechtvaardigheid. Want de vroomheid geeft God wat hem toekomt, dus dan geven we aan God wat hem toekomt en ook aan de naaste. Want God wil dat. En dan de vreze des Heren, dat is dan het kwade laten. De vreze des Heren wordt versterkt. De vreze des Heren is een gave van de Heilige Geest die de deugd versterkt van matigheid. Want de matigheid die gaat zeggen in hoeverre ik een bepaald schepsel mag gebruiken of niet mag gebruiken. Want ieder schepsel heeft een maat. En alle schepselen zijn mij gegeven uit God, uit goedheid bedoel ik, van God. God heeft alles geschapen. Dus al wat er bestaat, is de dienste van de mens. Want de mens is de meester van de schepping. Dus de ganse zichtbare wereld is de dienste van de mens. Maar omdat hij zijn doel zou bereiken, dat is de hemel. Dus alles is ons gegeven om naar de hemel te gaan. Maar alles heeft een bepaalde maat. Wat is de zonde? Zonde is vaak of uitsluitend de maat niet houden. Bijvoorbeeld, je kunt zondigen tegen de kruisheid, dat is de maat niet houden. De maat van de kruisheid is het huwelijk. Binnen het huwelijk, zonder de voortplanting uit te sluiten, hè, met kunstmatige middelen. Dat is de maat. En buiten dat is er niks. Seksualiteit is totaal, is altijd doodzonde buiten het huwelijk. Hoe klein het ook is, als het met volle kennis en volle toestemming is, is het altijd doodzonde. Zoals met gedachten. Dus dat is de maat van de kuisheid, de maat van het eten en drinken. Je moet eten en drinken, want anders pleeg je zelfmoord. Anaxeria is een soort zelfmoord, een zelfverminking. God wil dat niet, dat is verboden. Maar dus zo gemakkelijk dat wij overdrijven met eten en drinken en met alcohol en zo, zit je. Water is heel nuttig. Wel, kun je zeggen, kun je nu met water overdrijven? Ja, je kunt verdrinken. Dus je ziet, alles heeft zijn maat. Alles heeft een maat.
Alles, een huis, alles heeft een maat. Ook hun kinderen beminnen. Je kunt je kinderen verafgoden, dat is erover. Kinderen moeten goed verzorgen, want als je ze niet goed verzorgt, dan zet je er weer onder de maat. Dus de maat van de naaste te verzorgen is, de maat is, Jezus heeft de maatstaf gegeven. Doe aan de naaste wat je zelf zou willen dat hij aan u zou doen. Dat is de maat. En de maat van God is oneindig. Want God is oneindig. Dus bemin God met al uw krachten. Met heel uw verstand, heel uw ziel, met heel uw verstand, al uw kracht, alles. Want God is oneindig, dus de maat van God is oneindigheid. Je moet zeggen, er komt geen einde aan. Dat is met alles, al wat we hebben. Dus het is niet een proportie, een portie, maar alles. Alles, omdat God oneindig is. De maat om God te beminnen, is hem te minnen zonder maat, zegt Sint Augustinus. Want hij is mateloos. Dus alles heeft een maat. En de matigheid geeft ons een maat van alles. En hoe dat we die dingen moeten gebruiken met de juiste maat. En dan zijn we in de deugd. En de vrezen des Heeren versterkt dat, want die vrezen des Heeren die vreest van buiten de maat te gaan, dus van te gaan zondigen. Die vreest dat. Die vreest dat omdat ze God bemint. Ze bemint God en als je iemand bemint, dan vrees je die vriendschap te kwetsen, die vriendschap te verminderen. Iemand die echt van iemand houdt, die wil die vriendschap onderhouden en die wil niet dat die vriendschap verminderd wordt, dus die vreest iets te doen dat de ander zou mishagen, omdat dan die vriendschap zou verminderen. En dat is de echte vrezen des Heren. Dat je vreest van te zondigen omdat je die vriendschap met God zou verminderen, die heilig maken, de genade zou verminderen. Dat is onverdraaglijk voor iemand die God echt bemint, van ganse harte. Dat is de vrezen des Heren. Want de vrezen des Heren uit schrik voor de hel en het vagevuur, dat is een slaafse vrees. Een slaafse vrees. Die is ook heel nuttig. Hè. De meeste mensen, zo niet allemaal, hebben dat nodig. Hè. De grote heiligen hebben dat ook gehad, zoals Teresa van Avila. Die heeft eerst de hel moeten zien. De plaats die de duivelen voor haar aan klaar maken, opdat ze nadien nooit meer zou klagen. Ze heeft nooit meer over iets geklaagd. Ze heeft vreselijke dingen meegemaakt, met alle stichtingen. Ze heeft vastgezeten in de modder, met haar huifkar, met een stortregen in een rivier die ze moest oversteken. Het wiel gaat nog kapot. Ze heeft alles verdragen. Dat was niks. Niks. Dat is kinderspel in vergelijking met wat ze gezien heeft, de pijnen van de hel. Dus haar kon niks ergens meer overkomen. Alle kruisen waren goed. Perfect. Dus dat heeft haar wel geholpen. Een goede boost gegeven, een goede hulp naar de heiligheid. Hè. Dus sommige mensen. Ja, dus dat kan ook helpen. Die vrezen van de hel, van de staffen en van het vagevuurstaffen, die zijn ook verschrikkelijk. Alleen duren die niet eeuwig, maar zijn even verschrikkelijk eigenlijk. Dat is ook een vuur enzovoort. En het niet zien van God. Wel, dat kan helpen. Maar de mooiste vrees is de kinderlijke vrees. Die een vader niet wilt kwetsen. Uit liefde voor de vader. Dat is de kinderlijke vrees. Je hebt een kinderlijke vrees en je hebt een slaafse vrees. De vrees van de slaaf is dat ze geen slaag zou krijgen. De slaaf dat hij geen slaaf zou krijgen. Dat is geen slaag. En daarom doet hij zijn werk. Maar het kind doet dat omdat het kind zijn vader bemint. Het is zo'n goede vader, dus ik wil dat voor hem doen. Dus dat is wel mooi. Hè? Dus dat is. De vrezen dus de vrezen Gods, die gaat dus die matigheid versterken. Want die vreest te zondigen. Dus die vreest dus het schepsel te weinig of te veel te beminnen, te gebruiken. Want elke zonde bestaat in een onmatigheid. Bij een deel van het schepsel misbruiken. Misbruiken. En dan het laatste, de gave van de Heilige Geest, is de sterkte. We moeten sterk zijn, want de eindvolharding is de belangrijkste genade van allemaal. De sterkte, dat is de gave van de martelaars. Dus er zijn drie sterkten in de theologie. Je hebt dus de sterkte van de gave van de Heilige Geest hier, en die versterkt dan, die maakt sterker de ingestorte deugd van sterkte. En de ingestorte deugd van sterkte, die maakt sterker de natuurlijke deugd van sterkte, die iedereen min of meer heeft. Dus ik ga misschien van onder naar boven, in plaats van boven naar beneden. Dus iedereen heeft min of meer een mate van sterkte. Niemand is 100% zwak. Want dan zet je een vod, dan kun je niks meer. Dus je hebt toch min of meer een wil, die weet wat hij wil. Dus je hebt een zekere sterkte.
En wel, die sterkte die wordt versterkt door de ingestoten deugd van sterkte, als je niet sterk genoeg bent, om het goede te doen en het kwaad te laten. En die sterkte, die ingestoten deugd, wordt weer aangesterkt, hè, door de gave van sterkte. En dat we zelfs het matelaarschap aan kunnen, want dat is niet menselijk. Dat is niet menselijk. De meeste mensen, als ze eerlijk zijn, zeggen, ja, ik kan het matelaarschap niet aan. Dat is waar. Daar heb je gelijk in. Want je krijgt de genade van het matelaarschap maar op het moment dat je gematteld wordt. Dus dat is een deugd van, dat is de Heilige Geest, de deugd van ingestorte sterkte en van de gave van de Heilige Geest. En die krijg je dan, hè. En diegene die dan, zeggen, ja, ik wil matelaar sterven, en die hadden die roeping niet, en die hebben zich gaan aanbieden, er zijn er veel die uiteindelijk dan die toch het geloof verzaakt hebben om aan de matelaarschap te ontsnappen, want ze konden het niet houden. Dus dat is, ze hebben niet genoeg beroep gedaan op de sterkte. Zoals Petrus. Petrus zegt tegen Jezus, ik ga met u sterven, als het moet. Laten we met u sterven. Als iedereen u verloogt, ik niet. Jezus zegt, vannacht nog. Vannacht nog zal de haan geen twee keer dat je geklaagd hebben of je hebt mij drie keer verloochend. Oh, dat is één te veel. Drie keer verloochend. Drie keer verloochend. En hij heeft dezelfde nacht nog, een paar uren later, niet te geloven hoe zwak dat we zijn. Hè? Dat is een bewijs dat we sterkte nodig hebben. Zo, dat is aan de gang van de Heilige Geest. Het is uiteindelijk een uur geworden. Ik dacht dat ik het vlugger ging. Maar ja, die wijsheid heeft veel gevraagd. Maar het is zo belangrijk. Hè? Want je krijgt die vraag telkens terug. Hè? Dat is een van de redenen waarom dat mensen, of drogredenen natuurlijk, waarom de mensen niet willen geloven. Zeggen, ja, moest een God bestaan, dan zou dit of dat niet. Ja. Het komt allemaal van de misbruik van de wil. Al het kwaad komt van misbruik van de wil, van de schepselen, mensen en duivelen, een combinatie van de beiden. En die vrije wil die is geschapen uit een oneindige liefde om ons de hemel te kunnen geven. En degene het meest onder gelegenheid is Jezus. Die heeft water en bloed omdat hij van die misbruik van die wil. Hij heeft de grootste lijden op zich genomen. Hè. Ja. Zijn er nog vragen over de gaven van de Heilige Geest? Over die wijsheid, mensen die dan een blokkade zetten in hun geloof, omwille van dat er iets kwaad gebeurd is in hun leven, en dat ze daar niet kunnen inzien dat God dat toelaat, moeten ze dan, ondanks die blokkering om hun geloof te verdiepen, bidden om de Heilige Geest, de Heilige Geest te doen werken via aan de wijsheid te krijgen dan? Dat is een beetje moeilijk, omdat die elkaar nodig heeft. Hè? Ja, dus de mensen die geblokkeerd zijn door iets kwaad dat gebeurd is, meestal zijn die niet eerlijk hoor, dat is gewoon een voorwendsel. Maar ja, stel je voor dat iemand dan toch eerlijk is, oké, ik zal niemand oordelen, ja, dan kan die, als hij een twijfel heeft, die moet een twijfel hebben, want het is evident voor iedereen dat God bestaat, zegt Sint Paulus. Iedereen kan weten dat God bestaat, omdat er alles bestaat dat je ziet, dat je constateert, dat je vaststelt. En alles moet een oorzaak hebben, en je proportioneert. Dus je hebt eigenlijk een Godbewijs voor ogen. Dus je moet een twijfel hebben toch minstens. Hè. En in twijfel moet je niet riskeren dat je voor eeuwig in de hel gaat zitten. Dus dan gaat je toch binnen. Heer, God, als je bestaat, en ik denk wel dat je bestaat, laat mij inzien hoe dat mogelijk is, dat het kwaad had kunnen gebeuren, en geef mij de kracht om erboven te zitten, of laat mij dat verwerken, of ik weet niet wat. Je kunt daar een eerlijk gebed doen. Hè. Je kunt een eerlijk gebed doen. Hè. Ik zal een voorbeeld geven in mijn familie. Er is iemand die niet geloofde, maar het is gewoon omdat die persoon met een atheïst getrouwd is. Dat is de echte reden. En, die atheïst heeft daar verleid. Maar die zei, ja, ik geloof niet meer in God, want ze hebben ons van alles wijsgemaakt als ik klein was. Je zou ermee lachen, hè, maar dat is echt gebeurd. Die persoon zei, ja, want ze hebben ons wijsgemaakt dat Sinterklaas bestaat. En dan zeggen ze, Sinterklaas bestaat niet. Maar dat zal wel met God hetzelfde zijn. Wel, wat kun je daarop antwoorden? Dus ze hebben ons belogen, ze hebben ons bedrogen. Wat kun je daarop antwoorden? Ah, wel, je kunt antwoorden dat Sinterklaas wel bestaat. Dat is een heilige die echt bestaan heeft. En die heilige, die heeft veel voor kinderen gedaan. En die doet nu nog veel voor kinderen. Dat is een kindervriend, dat is een heilige voor de kinderen en voor iedereen. Hè? Want die heeft, Sint Ambrosius zegt dat hij ontelbare mirakelen gedaan heeft. Ontelbaar. En wel een voorbeeld. Dutroux heeft kinderen misbruikt. Gruwelijke wijze. Dat is die kinderen, moordenaar en enfin, misbruiker enzovoort. Ze hebben lijken gevonden onder het beton, in zijn kelder enzovoort. Vreselijk verhaal van Dutroux. En wel, de dag dat de politie hem heeft gepakt,
Dat was toevallig de 6e december, het feest van Sinterklaas. Ik zat in de auto, ik kwam van Nederland, ik had de mis opgedaan, ik ging naar Antwerpen, omdat ik mijn familie ging bezoeken, denk ik. Het was vakantie. En ik was daar ergens, Joost, wat is dat weer? Job, Sint-Job in het Goor, daar ergens. Sint-Job in het Goor was ik. De radio stond aan en ik hoorde, Dutroux is gevat. Ik zeg, allee, het is Sinterklaas vandaag, hè. Dat is toch geen toeval, hè? Dat is toch geen toeval. Dat is geen toeval, dat is geen toeval. Dat is te veel, het is te veel. Geen toeval. Wel, dus Sinterklaas doet goed voor de kinderen. Als dan de ouders in naam van Sinterklaas cadeaus geven, wat is daar verkeerd aan? Is dat aan de kinderen bedriegen? Nee, Sinterklaas, dat betekent dat God goed is, die vertegenwoordigt door de heiligen en dat ons van alles wil geven. En die cadeaus die zijn niks in vergelijking met de genade en de hemel die ons wilt geven. En de genade die Sinterklaas wilt geven. Sinterklaas wil veel meer dingen geven dan dat. De heilige wil ons meer geven. Nu is het binnenkort al de heilige. Die heilige wil ons meer, veel meer geven dan die... Wat is daar leugen aan? Ja, dat die bepaalde persoon Sinterklaas is. Maar ja, die vertegenwoordigt Sinterklaas. De Sinterklaas die leeft inderdaad. Die is in de hemel en die zal verrijzen. Die zal een lichaam hebben, ze zullen hem zien. En die is goed voor de kinderen. Wie weet wat hij allemaal voor de kinderen doet. Hè, Sinterklaas. Ja. Ik heb daar geen problemen mee gehad. Hè. Veel mensen, ook met de klokken van Rome. Door de klokken van Rome. Ik kreeg met de klokken van Rome ook van alles. Hè. De klokken die zwegen dan met... vanaf Witte Donderdag zwegen ze na het gloria van de mis. Van de avondmis, van de avondliturgie van dat is natuurlijk eenmaal de mis van de bisschop gedaan, hè. Maar gewoon de mis van Witte Donderdag met de voetwassing en alles en met de aanbidding tot middernacht en dan zwegen de klokken, want de klokken die hebben iets glorievols eigenlijk. Ook al wordt de klokken geluid bij begrafenis, het is toch ergens iets heerlijk, iets feestelijks. Allee, ik zal het zo zeggen, ze hebben iets feestelijks. En als God gedood wordt, dan moet al het feestelijke zwijgen. Het gloria zwijgt, de klokken zwijgen. Zoals de natuur zweeg voor de dood van Jezus. De zon verduisterde zelfs. Dus de natuur treurt. Dus de klokken zwijgen. Dat weten we. En dan wordt gezegd, die klokken zijn naar Rome gegaan. En die komen dan terug met Pasen, met Paasheiden. Dus dat weet je. Maar ja, dat zijn... ik heb nooit mijn ouders beschuldigd van bedriegerij. Want ik heb daar goed van geprofiteerd, van die Paasheiden. Dus dat was niet zo slecht. Hè. Ja, dus dat is gewoon voorwendsel zoeken. Veel erger is als ze dus inderdaad... ja, hetzelfde koppel kon geen kinderen krijgen. Bedankt. Die konden geen kinderen krijgen. En, ja. Ja, dus er zijn natuurlijk vreselijke slagen. Maar iedereen krijgt ook gratie naar vocatie, zeggen ze in het Vlaams. In het Nederlands zeggen ze genade naar nood. Hoe groter de nood, hoe meer de genade er is om ze te helpen. Maar ze moeten wel bidden. Hè. Ze moeten wel bidden. Dan krijgen ze meer. Zoals het nu heel moeilijk is om te bekeren. Want wat hebben wij voor te stellen? Zo'n kleine kerk. En toch hebben we de genade. Toch is de genade daar. Allee, wat hadden de christenen voor te stellen deze drie eeuwen? Catacomben. Allee, kom naar de vergadering. We zitten in een grafkelder daar, worden gevolgd. Als je nu pas wordt dus levend gestroopt, maar voor de rest gaat alles goed. Ze zeggen, dat is niet erg aantrekkelijk. Hè? En dan zo moeilijk. En je mocht maar één keer trouwen. En je mocht naar de vrouwen kijken. En je mocht niet te veel drinken. En je mocht niet dit. En je moet zondags naar de mis. En je mocht dit. En je mocht niet dat. Dus dat is, voor ons is niet erg aantrekkelijk. Hè? En wel en toch. Toch zijn de mensen daardoor aangetrokken. Ze hebben die genade gevoeld. Ze hebben mirakels gezien. Ze hebben gezien die schoonheid van die deugden. Ze hebben het geloof gekregen. En zijn heilig geworden. Ze krijgt altijd... we zitten nog niet in de catacomben. Hè? Het is moeilijk om mensen te bekeren. Ja. En de catacomben dan, dat was ook moeilijk. En ze hebben het ook ingeslaagd. Ze hebben zodanig veel bekeerd,
dat uiteindelijk Constantijn zelf bekeerd was en dat de keizer bekeerd was. Dus iedereen was, de merendeel was bekeerd. En dan is de kerk uit de catacombe gekomen, hè? Doordat de merendeel van de Romeinen bekeerd waren. Wel. Dus je hebt altijd, hoe meer de nood er is, hoe groter de genade er is. Er is omdat God goed is en rechtvaardig. Vergeet dat niet, hè? Je moet nooit de bovennatuurlijke kant vergeet. Hier is een vraag ondertussen. Nee, verschillende vragen zie ik hier. Verschillende vragen. Oh, voilà. Ik ga beginnen. Zijn er alternatieven die we kunnen inzetten tegen Halloween? Ah ja, natuurlijk. Zeker en vast. De alternatieven zijn Sint-Niklaasfeest. Is het door het Sint-Maartensfeest? Dat zijn mooie feesten van vroeger. Ook het Allerheiligenfeest. Bijvoorbeeld, ik weet dat in verschillende landen, bijvoorbeeld in Australië, in Amerika, wordt Allerheilige gevierd. Dus de kinderen, vooral de kinderen, maar ook de volwassenen, maken een feest, ze komen samen de gelovigen, en ieder verkleedt zich in een heilige. Bijvoorbeeld een meisje verkleedt zich in Thérèse van Lisieux, een ander die verkleedt zich in Sint Paulus en heeft een zwaard vast en een boek. En die is een beetje kaal, hè? Een kale pruik op. Een pruik met een kale schedel, bedoel ik. Ja. En een lange baard, of van alles. Hè. Dus dan nam ze ook een Romeins kleed zo. Johannes een doper. Hè. Nou, je kunt dan eventueel een schedel op een schotel binnendragen. Dragen, dat is een beetje luguber, maar... Een beetje Halloween. Nee, je kunt daar een mooie hoofd, hè. Geen... ik weet niet wat, Sinterklaas, ja, dus voilà, dus Sinterklaas, kun je als Sinterklaas verkleden? Ik heb een heel mooie Sinterklaaspop zien staan hier in Ava, prachtig, hè. Ik zou ze willen kopen, een heel mooie, een heel mooi gedaan, heel mooi tot in detail, ze heeft de kappa en de mijter en de staf, alles, heel mooi, mooi gezicht en baard, ik vind het, ik zou eens moeten teruggaan om het te kopen, denk ik, ik vind het een heel mooi beeld van Sinterklaas, dus ieder heilige heeft zo zijn attributen, hè, want daardoor herkennen we ze. We kunnen zien, dat standbeeld is die heilige. Wel. Zo lopen ze dan bekleed, en dan is er een prijs, dan moeten de anderen raden, iedereen defileert dan, en dan moet de ander raden welke heilige dat er is uitgebeeld. En degene die de meeste heiligen heeft, die krijgt een prijs. Hè, enzovoort, dat is een heel gezellig, mooi. Het feest van alle heiligen, dat is een heel mooi spel. En dat wordt dan uitbundig gevierd met dan een barbecue erbij. In Australië is het dan, is dan lente en zomer. Hè? In Australië is een barbecue. Maar ja, wij kunnen ook iets anders doen binnen huis. Wel, er zijn inderdaad hele mooie alternatieven voor Halloween. Doe maar. Ik heb het gedaan. Hè? Ik heb toen ik almozenier was in Kievrain. Dat is een kleine parochie. Ik was almozenier van de zusters, Carmelitessen, en dat was ook een kleine parochie. En ik heb het was Halloween, en ik heb dan Sinterklaas georganiseerd. Die kende dat niet. Met een echte Sinterklaas en Zwarte Pieten, en zelfs wat nergens een ezel gevonden bij iemand, had een ezel geleend. En Sinterklaas kwam met een ezel, gezeten op een ezel, ofwel op een wit paard, dat kan ook. Dus soms heeft hij een ezel en soms heeft hij een wit paard, dus hangt er vanaf. Sint Maarten zit op een wit paard meestal ook, hè. Hier is meer Sint Maarten, hè, hier in deze streek. Maar in Antwerpen was het, en ook in de Nalsas. In Nederland ook Sinterklaas. Hè. Nederland is geweldig voor Sinterklaas. Hè. Geweldig, dat is een geweldig feest in Nederland. Dat wordt daar buitengewoon goed gevierd. Ondanks nu die pieten, die zwarte pieten, het ze. Dus daarom heeft dat zoveel reactie in Nederland. Hè. Ja, dus er zijn inderdaad heel mooie alternatieven voor Halloween. Wat denkt u van Sint Gertrude de Great in Amerika? Ja, dat is van Monsignor Sanborn, hè? Nee, en de Dolan. Dolan? Van Dolan? Ah, Dolan, ja. Monsignor Dolan, ja. Ja, dat zijn sedevacantisten. Geldig gewijd, denk ik. Alhoewel er een kleine twijfel is over Monsignor Dolan. Dat moet wel gezegd worden. Dus dat zijn sedevacantisten die Dolan is gewoon sedevacantist. Hij werkt samen met Sanborn, dus de seminaristen van Dolan stuurt hij naar Sanborn, seminaren van Mons en Sanborn. Die werken samen met twee bischoppen. Wat dat is in orde, hè.
Alhoewel dat er wel een lastige zaak. Dat is het, hij is priester gewijd geweest, Monsignor Donat, met één handoplegging van één enkele hand van Monsignor Lefebvre. Dat is een feit. Dus iedereen herkent dat daar. En het lastige is dat Pius XII heeft besloten dat voor de geldigheid van de priesterwijding de handenoplegging moet zijn. Handenoplegging van de bisschop in stilte en daarna de consecratoire de formule. Handenoplegging. En hij is gewijd met één hand. Ja. Dat is een discussie of het geldig is of niet. Dus de meesten nemen aan dat het geldig is. En dus Secadat, de theoloog van Monsignor Dolan, heeft daar een studie over gemaakt. Hij zegt, ja, in het oosten, in de oosten ritus heb je dus wel priesterwijdingen met één hand. In de Latijnse ritus wordt de diaken met één hand gewijd. En de priester met twee handen. Monsignor Lefebvre moet zich dan vergist hebben, dus een beetje verstoord geweest zijn. Maar voor de rest is die, buiten die, dat geval van die handoplegging, is dat daar helemaal in orde, dacht ik, hè, Dolan. Daar is, ja, er wordt ook nog van alles gezegd dat daar schandalen zijn geweest in zijn school, maar dat is nu ondertussen opgelost. Dat is een hele affaire geweest in die school. Die hetsen is nu opgelost, hè. Die is nu opgelost. Ja, ik denk dat dat nu moet daar in orde zijn, denk ik. Oh, ja. Ik ken ze voor de rest ook niet. Hoe komt het dat Maria's lichaam in de hemel is? Ah ja, dat is een uitzondering. Dus normaal sterft iedereen en is een vereistenis op het einde van de wereld. Maar voor Maria is er een uitzondering, omdat Jezus zijn moeder wou eren. Eer uw vader en uw moeder. Dus omdat zij de moeder van God is, krijgt zij buitengewone eer. En zou ze dus steeds, haar lichaam zou ze dus niet aan verbederven. Maar de derde dag reeds verrijzen en naar de hemel gaan. Dus dat heeft Jezus gedaan om zijn moeder te eren. En omdat zij vanuit de hemel ook beter voor ons zou kunnen zorgen. En zelfs met het lichaam. Ze zou dat ook kunnen doen, maar ja, dat ze met haar lichaam is, geeft meer pracht aan haar aan te zijn. En voor ons is het ook beter voorstelbaar, hè, dat ze met haar lichaam is. Wij kunnen niemand, een ziel kunnen we moeilijk voorstellen, maar een lichaam wel. Hè. Maar dat kunnen we nu heel goed voorstellen. En ze heeft zelfs een hart van vlees, waarmee ze ons kan beminnen. Een hart waar ze ons bemint, het onbevlekt van Maria. Dat is een heel mooi gegeven. Maria, die onze moeder is in de hemel. De hemel dan toch meer dan louter een vriendschap met God. Ja, het is louter een vriendschap, maar die vriendschap met God is eindeloos. Hè? En die veronderstelt de gaven, want de vriendschap wordt onderhouden en uitgetoond de gaven. Dus God deelt ons zijn Godheid mee. Dus de zalige godsaanschouwing is een deel hebben aan Gods verstand. En de fruitio, dus het genieten van God, is een deelname aan de Heilige Geest. En we zullen ook met God mee, zoals Thérèse van Lisieux zegt, ik zal mijn hemel doorbrengen door goed te doen op aarde. Dat is mooi, hè? Moet dan toch ook een fysieke plaats zijn als dat, ja, inderdaad. De hemel is een fysieke plaats, want er zijn al minstens twee lichamen, die van Jezus en die van Maria, en waarschijnlijk die van Sint-Jozef. Ik ga jammer genoeg niet meer akkoord, de maatschappij van nu lijkt in de Westen weer niet op de christelijke maatschappij. Ah ja, natuurlijk, ja, zeker, ja. We zitten nu in een tijd van geloofsafval. Dus we zitten niet meer in een christelijke, de christenheid bestaat niet meer. Het christendom wel, want de kerk kan niet vergaan. Maar de christenheid bestaat niet meer. De christenheid is dat de overheid ten dienste staat van de kerk. Er is geen enkele overheid meer die ten dienste staat van de kerk. Zelfs het Vaticaan of Malta is zogezegd nog de katholieke godsdienst als staatsgodsdienst. Maar dat is de ketterij van Vaticaan II. Dat ze als staatsgodsdienst hebben. Dus er is geen enkel land meer waar christenheid is. Maar dat gaat terugkomen. Maar het christendom kan niet vergaan, want de ziel van de kerk is God, Heilige Geest. Als ik goed begrijp, zegt Gerrit, dan is spijt niet voldoende om vergiffenis te verkrijgen. Berouw moet volgen. Wow. Ja, maar spijt is berouw, hè. Maar ja, berouw is spijt over de zonde, want je kunt spijt hebben over de pijn. Maar berouw is spijt. Ja, je hebt gelijk. Dus spijt is algemeen.
Ik heb gezegd, ze hebben spijt in de hel over het feit dat ze lijden, maar niet over hun zonde. Ja, zolang ze geen spijt hebben over hun zonde, of berouw heet dat dan, kunnen ze geen vergiffenis ontvangen. Maar ze willen, dat is juist daarom dat ze in de hel zitten, omdat ze nooit berouw hebben willen hebben. Tot aan hun dood, ze willen geen berouw. Dan is het onmogelijk dat ze naar de hemel komen, want in de hemel komt alleen maar heiligheid binnen. Dus in de hemel is alles heilig. En geen berouw hebben met je zonde is juist niet heilig willen zijn. Je vereenzelvigen met de zonde, dat tegenovergestelde is van de heiligheid. Dus ze maken het zichzelf onmogelijk om naar de hemel te gaan. Dus berouw is spijt hebben, maar over de zonde. En spijt hebben over de straf is niet voldoende. Natuurlijk hebben ze spijt dat ze niet meer mogen, dat ze niet meer kunnen genieten en dat ze lijden. Daar hebben ze spijt over. Maar ze hebben geen spijt over hun zonde, spijtig genoeg. In hel hebben ze geen spijt. Hebben ze spijt, ja, over hun lijden, maar geen berouw over hun zonde. Ja, inderdaad, dat klopt. Wel ja, moeten dan niet gelijk de vaccins volledige belastingen afsferen? Dat versta ik niet. Ah, de belastingen helemaal afsferen. Dan ga je, dan raak je in de gevangenis. Hè? Ja. En een deel van de belastingen wordt ook betaald, wordt gebruikt voor wegen aan te leggen, hospitalen die nog mensen genezen, onderwijs organiseren, culturele gebeurtenissen, sportgebeurtenissen. Er wordt nog goed gedaan met het geld. Nog grotendeels goed gedaan, maar het wordt ook verkeerd gebruikt. Ja. En als je dus belastingen afzweert, dan kom je in de gevangenis terecht. Dat is ook geen optie, hè. Dat is... En dan gaan ze toch al die dingen aanslaan. Lijkt mij anders een dubbele standaard. Ja. Vaccins zijn, als die 4 of 5 specialisten gelijk hebben, dat al diegenen die gevaccineerd zijn, zijn specialisten, dokter, professor, publicisten, tientallen jaren ervaring, wereldberoemd, die in grote maatschappijen hebben gewerkt, laboratoria. Als die 5 zeggen dat voor hen zeker is dat alle gevaccineerden binnen de 5 jaar gaan sterven, ja, dan moet je tenminste zeggen, het is mogelijk dat ze gaan sterven, dus je wil dat risico niet lopen. En dan zou ik zeggen, neem de vaccins niet, hè, want dat is niet verantwoord. En belastingen worden nog gedeeltelijk goed gebruikt. Voor een groot gedeelte wordt nog goed gebruikt. En als je het niet betaalt, krijg je gewoon in de gevangenis. Als je in de gevangenis wilt gaan zitten, dan mogen je dat doen, maar ik kan daar geen mis meer op dragen. Ik heb in de gevangenis gezeten, werd mij niet toegestaan om mis op te dragen. En ik kan geen absoluut meer doen, dus voor mij is dat contraproductief. Dus, dan ga ik maar... trouwens, ik moet geen belastingen betalen, want ik heb te weinig inkomsten. Dus ik heb daar geen problemen mee. Wel indirecte belastingen, BTW en zo natuurlijk. Ja. Doe alles aan een ander wat je graag zelfs hebt, dat zou ik ook inderdaad. Ik begrijp het niet goed. Ik heb al heel dikwijls meegemaakt dat ik doe met een ander wat ik zelf graag zou hebben, die ander dat niet graag heeft. Ah. Ja, dat is dan... dat klopt. Dat klopt. Bijvoorbeeld, jij mocht graag een ijsje met pistache en de ander die mag dat niet. Huh? Jij mocht graag mosselen frit en de ander die kan dat maar niet. Je moet u... Jij gaat graag naar de hemel en de ander die wil daar niks over horen. Ja. Natuurlijk, dat is dan weer... Ik zeg het, er is geen deugd zonder voorzichtigheid. Dus de voorzichtigheid gaat zeggen... gezond verstand. Voorzichtigheid is gezond verstand gebruiken. Wat jij graag zou hebben, dat ze aan u zouden doen... Ik zou zeggen, moest jij helemaal in zijn geval zitten... Ook met die verkeerde denkbeelden erbij. Soms moet je inderdaad op eieren lopen. Hè? Om niemand te kwetsen en rekening houden met die beperkingen en die beperkingen die persoon heeft.
om dan ja, dat te geven wat hij aan kan. Ja. Als iemand wil goed doen, moet hij het aankunnen. Een biefstuk friet is gezond, hè, met de salade erbij. Maar dat moet je niet geven aan iemand die 30 dagen niks gegeten heeft. Je moet je bijbrengen met suikerwater. Je moet je stilletjes aan mij... Als iemand totaal uitgedroogd is, iemand heeft 30 dagen in de woestijn gelegen, is uitgedroogd, uitgemergeld. Iemand die uit Buchenwald komt, hè, Sachsenhausen, die komt uit Buchenwald, hè, uit Auschwitz, is bijna uitgeswitcht. Die moet je bijbrengen met... suikerwater, druppeltjes suikerwater, zullen meer en meer water, beetje water. Als je die biefstuk friet in zijn mond stopt, dan stikt die gewoon, dan gaat die kapot. Hè. Dus dat is, dus die moet je, een klein kind moet je ook melk geven. Hè. En geen, een kleine pasgeboren baby moet je ook niet een, uitnodigen op restaurant, voor dat, en, dat gaat niet. Dus jij wilt graag op restaurant gaan eten. En je wilt aan die baby goed doen, dus je brengt hem naar het restaurant en je gaat hem, dat gaat niet, begrijp je? Dus je moet geproportioneerd zijn, gezond verstand, voorzichtigheid. Moest jij een baby zijn, wat zou je dan hebben? Zo moet je dan redeneren. Je moet je helemaal in de plaats van hem stellen, in zijn, al zijn omstandigheden. Wat zou het gaan willen, dat zou nu doen als jij volledig in zijn situatie zat. En dat is niet altijd hetzelfde wat dat jij nu wilt. Hè. Trouwens, je bent een vrouw en als het een man is, voelt hij iets anders dan een vrouw. Dus, dat is al verschillend. Dus je moet rekening houden met de verschillen. Moet dus aangepast zijn. Mutatis mutandis, zeggen ze. Ja. Inderdaad. De 19 martelaren van Gorkum. Ja. Dat zijn degenen die gestorven zijn voor een katholiek geloof. Ja. We kregen alleen de kans om martelaar te worden, echter vielen de twee af. Het getal moest 19, dat weet ik niet hoe dat 19 moest blijven. Wie beslist daarover? God beslist daarover. Hè? En ook de mens die ja zegt. Hè? Dus het is het moment of worden geroepen en ze het aanvaarden. Ja. Ja, het is een uitverkoring. Hè. Matelaarschap is een uitverkoring. Uitverkiezing. Dus dat is een uitverkiezing, ja. Dat kunt je vragen, maar je moet het niet gaan opzoeken. Zelfs gevaarlijk het op te zoeken, zoals ik gezegd heb. Er zijn die het opgezocht hebben en die dan uiteindelijk van het geloof zijn afgevallen, omdat ze de genade niet hadden. Want God had het u niet gegeven om matelaar te sterven. Tenminste niet op dat moment. Dus het matelaarschap komt op naar u toe en dan moet je het aanvaarden. Maar je gaat het niet opzoeken. Je mocht u wel verbinden, hè, voor die genade, dat is iets anders. Maar loopt zelf niet achter, zomaar. Dat is trouwens voor het ogenblik is dat nu het geval. We worden nog niet dodelijk bedreigd. Hè. Gaat nog een vraag met? Nee. Oké, goed. Ik denk dat we rond zijn. Dus we hebben gesproken over de gaven van de Heilige Geest. Hè. Voilà, dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk, een gave van de Heilige Geest in deze tijden. Waar wij alles kunnen gebruiken van de bovennatuur. Hè. Dus voor de, ik zeg het zijn de laatste jaren van het kwaad, van de geloofsafval. En dan gaat de duivel alles uit de kast halen. Dus ik denk dat dit de zwaarste jaren worden. Een van de zwaarste jaren voor de gelovigen in de geschiedenis van de kerk, van de mensheid. Maar ook met de meeste genade dan ook. Hè? Want God geeft als er meer problemen zijn, ook meer genade. Dus wees op je hoede, wees zeer voorzichtig. Er worden veel te gemakkelijk doodzondig bedreven. De mensen drijven doodzondig alsof het niks is. Ook gelovigen. Hè? Dus ik zeg niet alleen over de kuisheid, maar ook over het naar de mis gaan zondags. De regels houden van, er zijn regels, ik ga dat over hebben, hè. Ik ga eens een keer ik ga binnenkort een les geven over wat er dus in tijden van crisis eigenlijk moet gebeuren, want je hebt een martiale wet en je hebt een vredewet. Je hebt een wetgeving die telt in vredestijd en je hebt een wetgeving die telt in oorlogstijd, en dat is verschillend, want nood breekt wet. Er zijn wetten in vredestijd die gebroken worden in oorlogstijd.
En er zijn wetten in Olofstad die erbij komen. En er zijn, dus dan moeten we heel goed weten. We leven nu in oorlogstijd, we worden vervolgd. We hebben al 60 jaar geen paus. De bisschoppen verenigen zich niet. En dat is ook een tekortkoming. Veel priesters die doen het zonder bisschoppen, en dat is ook een tekortkoming. Veel gelovigen die zoeken eigenlijk een priester niet op, of veel te weinig op, of consulteren veel te weinig een priester, doen veel zelf, en ze gebruiken hem als een automaat van sacramenten, en voor de rest zo zoeken ze het zelf wel uit. Dat is ook niet katholiek. Dus er gebeurt van alles dat niet in orde is. Dus, en dat komt door de crisistijd. Dus we hebben wel de 10 geboden uitgelegd en de 5 geboden van de kerk. Maar ik denk dat we ook nog specifiek, ik heb het automatisch gedaan natuurlijk, hè, maar nog specifiek eens moeten gaan uitleggen wat er nu echt verschilt van vredestijd. Want die catechismus is geschreven in vredestijd. Hè. Dus natuurlijk, dat er 1 God is en 3 personen, dat is eeuwig. Maar als het over geboden gaat, en ook de sacramenten en de concrete dingen, hè, dan gaan we van raad, wat moeten we hier en nu doen? De voorzichtigheid, de juiste maat. Dan moet er toch iets gezegd worden, bijvoorbeeld de boekenwet. Dus de boekenwet, daar wordt veel te weinig rekening mee gehouden. Hè. Dat staat in het kanoniek recht, dat nog altijd geldig is. Dat er niks mag gepubliceerd worden of gelezen worden dat niet over godsdienst en over moraal, wat goed en slecht is, wat niet de kerkelijke goedkeuring bedraagt. Dus van een bisschop of een priester die het geloof heeft bewaard. Niks. En dat is een verplichting op straffen van doodzonde, want dat kan het geloof in gevaar brengen. En de mensen die houden daar gewoon gerekening mee. Iedereen begint zijn blog, begint af en alles te publiceren. En alsof het niks of als ze allemaal het recht hebben om iedereen publiceert wat hij wil. Onder elkaar erover spreken, dat mag natuurlijk. Hè. Maar publiceren, dat is prediken, dus met een grote groep mededelen, daar heb je toestemming voor nodig van de kerk. Dat is nog altijd van kracht, dat staat in kanoniek rechts. En dat is onderuit gehaald door Vaticaan II, die Johannes 23 en Paulus 6, die gezegd hebben, ja, we gaan niks meer controleren, we gaan de index afschaffen. Maar dat is juist het modernisme. Dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Daar mogen we niet mee. Dat is natuurlijk gemakkelijk, dan kunnen we lezen en schrijven wat we willen. Ja. Maar het gaat tegen de wet van de kerk van 1917, die op straf van doodzonde verplicht. Er mag niks, zelfs geen prentje, godsdienstige prentje, mag gepubliceerd worden. Dus over godsdienst of over moraal, wat goed en slecht is, zonder toestemming van de kerk. Een bisschop of een priester die gedelegeerd is. Wel, de bisschoppen moeten dat organiseren, daar komen ze ook in tekort. Er zijn bisschoppen die veel te veel toelaten, die daar praktisch niet over spreken. Dus het is heel erge toestand. Maar toch is God onveranderd, die wet geldt nog altijd. En objectief gezien is dat een zware zaak, want dat brengt het geloof in gevaar. En al wat geloof in gevaar brengt, brengt de ganse godsdienst in gevaar, de ganse kerk in gevaar. Daarmee was de kerk daar zo keen op, zo zorgvuldig op. Bisschop wil zeggen wachter. Een wachter, iemand die kijkt of er geen vijand of er geen ketterij binnendringt, dat is een wachter. En dat is volledig uit de mentaliteit uit. En dat is, er wordt zo gemakkelijk doodzonde bedreven tegenwoordig. Dat moet over gesproken worden. Als wij daar niet over spreken, zijn we mee verantwoordelijk. Dus ik moet er wel over spreken. Want zwijgen, als je moet spreken, is ook een zonde van omissie, van de latigheid. Als je autoriteit hebt en je autoriteit niet gebruikt, ja, dat is ook weer zo'n zonde van tegenwoordig. Ik doe niks verkeerd. Ja, maar doet je wel goed? Ik doe niks verkeerd. Maar niks doen kan soms een doodzonde zijn, hè? Als je iets moet doen. Als je ouderzijds, of je bent onderwijzer, of je hebt een verantwoordelijkheid, je bent burgemeester, je hebt een verantwoordelijkheid. Moet je je autoriteit gebruiken als jij ziet dat er een wanorde zich bevindt in de gemeenschap waar je autoriteit over hebt? Als jij niet ingrijpt in die wanorde, zijt jij verantwoordelijk voor die wanorde. Jij zult gestraft worden voor die wanorde. Dat is ook de katholieke leer. Weten de mensen dat? Ja, ik doe niks verkeerd, ik doe geen vlieg kwaad. Ja, dat is niet voldoende, hè? Jezus zegt, iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt in het vuur geworpen. Geen goede vruchten voorbrengen, dat wil zeggen, niks, dat is ook niks kwaad. Ik doe niks verkeerd, zegt die boom. Ik doe niks verkeerd. Ja, maar je doet ook niks goeds. Je hebt geen goede vruchten voortgebracht.
En welke wordt in het vuur geworpen? Dus dat zijn allemaal misvattingen van de mensen. Ik doe niets verkeerd, leven en laten leven. Ik doe iedereen zijn vrijheid. Als iemand, laat ze maar doen. Hè? De Heilige Schrift zegt, als jij ziet dat uw naaste zondigt, waarschuwt hem dan. Want als hij naar u luistert, heb je hem gered. Maar als je hem niet waarschuwt, terwijl je voorziet dat hij zich kan zou kunnen redden, dan zijt gij schuldig aan zijn bloed. Dat staat in Isaïas. Aan zijn leven. Zijn bloed is het leven. Bloed vertegenwoordigt het leven. Hè? Dat hij het leven is, dat hij verdoemd is. Als jij hem niet gewaarschuwd hebt, terwijl dat goed kon, en er een kans was dat hij bekeren, zijt gij schuldig aan zijn bloed. Ah, wel. Dus zeggen, ik doe niks verkeerd, ik laat iedereen doen en laten doen, leven en laten leven. Totaal verkeerd. Dat kan zeer zware... Voor God kan een zeer zware, dat is niet aan de anderen doen wat jij zelf wil. Dat nu. Als jij in de miserie zit, je gaat naar de hel, zou je toch wensen dat iemand je er vanaf heeft. Waarschuwt. Waarschuwt om je eruit te helpen. Tenminste, als je van goede wil bent. Hè. Je bent niet verplicht om te spreken als je voorziet dat hij niet gaat luisteren. Nee, je moet geen palen voor de zwijnen werpen. Ook daar is weer het onderscheid, de voorzichtigheid, de matigheid zien, concreet geval. Hè. Maar er is een ganse houding. We moeten dat herzien een beetje, denk ik. Ik ga daar speciaal lessen aan besteden, want dit is geschreven in vredestijd, dat is prachtig. Maar er moeten toch bepaalde accenten gelegd worden in deze tijd. Ik heb al een paar punten genoemd. Ook de kuisheid. Ik heb jeugd gehad, traditionele jeugd, en die hokten al samen voor het huwelijk. Die gingen samen op reis in dezelfde hotelkamer. En dat is allemaal iets van niks. Terwijl ze juist van mijn catechismus hadden gehad, ik had daarover benadrukt. En toch doen ze het. En als je dan een opmerking maakt, dan zo'n gezicht, en dan uiteindelijk komen ze niet meer. Wat is dat voor iets? Dus dat klopt niet. Ik zeg, er wordt zo gemakkelijk doodzonde bedreven. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. De doodzonde, dat is toch de hel? Dan moet je toch haten, dat is toch het ergste kwaad? Dan moet je toch dag en nacht denken, dat doe ik niet. Ik doe het goede, doe het kwade laten. Dag en nacht de wil van God overwegen, zegt de regel van de Karmel. De regel van de Karmel is maar... Oorspronkelijke regel van de Karmel is maar één regeltje. Dag en nacht de wet van God overwegen. Voilà, de wil van God overwegen. Het goede doen, kwade laten en daarmee gaat je naar de hemel. Gebed heb je nodig. Voilà. Dus ik denk wel, als priester moet ik erover spreken. Hè? Want als ik het niet zeg, dan gaat niemand het meer zeggen. Het is een ondankbare taak, want zeggen, ja maar, dat is niet plezant. Hè? Dat we dus worden beperkt. Ja, het is wel plezant, want ik wijs je de weg naar de hemel. De hemel is heel plezant. Dat is de weg naar de hemel. De hemel is heel plezant. En je krijgt voldoende genade. Jezus zegt, mijn juk is licht om te dragen. Ja, als je genoeg bidt, heb je genoeg genade om het te doen. Om de doodzonde te vermijden. Ik spreek nog niet van dagelijkse zonde. Ik zit te vechten met de doodzonde, mijn gelovigen. Trouwens, die kapel is bijna zo weinig mensen. Hoe komt dat? Ja, voilà, omdat ik de waarheid gezegd heb over bepaalde dingen. En ze willen het niet aannemen. Dus ze willen doodzonde blijven doen. Ongelooflijk. Ik ben nu meer en meer verwonderd dat mensen die eigenlijk traditioneel zijn, dacht ik toch wel, dat die doodzonde gaan doen, zo gemakkelijk. En dat ze dan doodzonde willen blijven doen. Er zijn er een hoop die dat willen blijven doen. En dan blijven ze maar weg, dan gaan ze ergens anders naar een andere kapel, waar minder gecontroleerd wordt, waar ze die zonde wel mogen doen, en waar de priester niet in, of de bisschop het niet in de gaten heeft, of ik weet niet wat. En dan zijn ze ook traditioneel. Ja, ja, ik begrijp het wel, hè. Dus... ja, er moet toch dingen uitgelegd worden om volledig in orde te zijn met God. Ja, dat is noodzakelijk. En dat zo weinig gebeurt, dat verandert niks aan het feit dat dat de weg is. God is onveranderlijk, ook al zijn er 7 miljard mensen die zijn wil niet meer volgen. Het blijft toch de wil van God. God is onveranderlijk. Er zal geen jota van de wet vergaan, zegt Jezus. Zo, het goede nieuws is dus, zoals ik zeg, mijn juk is licht om dragen. Dus als God iets vraagt, dan geeft hij altijd de genade om het te kunnen doen. Hè. Ja, dus wil ik geen vragen meer, dan gaan we danken. Hè. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader in de hemel, zij het gericht, zeg uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Amen.
Als geen ons dagelijks brood en geef ons onze schulden, gelijk ook wij begeven aan de schuldenaar. Is niet in de kooi, maar belast zijn. Wees gegroet, Maria, van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder God, bid voor ons en mijn zondaars, nu en ter uur van onze dood. Amen. Heilige Jozef, bid voor ons, heilige onbewaarders. Bid voor ons, Germans, onze heilige patronen, bid voor ons, alle engelen, Gods zeven heiligen. Bid voor ons, in de naam van de Vader en de Zoon, Heilige Geest. Ja, denk eraan van speciaal gebed doen op de, om voorzichtig te zijn. De 31ste oktober is spijtig genoeg een hoogfeest voor de satanisten. Er zijn wel heksengroeperingen en zo, rare groeperingen en mensen die met een duivel willen spelen. En dus de vooravond van Alle Heiligen, dus de 31e s'avonds, dan is er heel veel satanistische, zijn de satanistische hoogfeest, al van het heidendom. Hè. En daar moet je mee oppassen, dus ik zou zeggen, wees dan extra voorzichtig, bid meer. Hè. Bid meer, zie dat je geen ruzie maakt dan, de duivel heeft dan meer mogelijkheden. Zie dat je rustig blijft en veel bidt en, ja, en de heilige veel aanroept. Hè. Dus ik heb iemand, die is nu niet, zie ik, die zit nu niet bij, bij de lijst, maar die zal er nadien wel willen luisteren. En die woont in een ver land, helemaal alleen zonder priester, en die zegt, een van de krachtigste middelen om genade te bekomen is de litanie van alle heiligen. Zegt er behoorlijk zoveel kracht uit. Het krachtigste middel is de mis. En na heb je de vier. En het doos een hoedje. En ik denk dat inderdaad de litanie van alle heiligen misschien op de volgende is in de rij van degene die de meeste genade bekomt. Van de gebeden. Hè? De litanie van alle heiligen. Zeer, zeer krachtig. Ja, wat kun je meer doen dan iedereen aanroepen? Voilà, dus laat ons voorzichtig zijn. Voor dus erestel te brengen voor al die zonden die bedreven worden. De 31 oktober en dan een mooi feest hebben wij zelf dus van tussen Christus Koning, zondag, en onmiddellijk de dag daarna alle heiligen. Dus hij is koning op aarde, maar ook in de hemel. Voilà. Dank u wel. Goedenavond en tot de volgende keer.